zelfstandig ondernemer. Yay! Niet zo goed, dus... Thomas, waarom doe je dit Jesse aan? We blijven dus niet geweest. Hij heeft 23 op vandaag. Ik moet gelijk kijken hoor, maar... hij staat daar. Iedere week krijgen jullie een extra kijkje in mijn leven in de vorm van een weekly. Dit kan zijn een weekvlog, een dagvlog of heel iets anders. Deze week is het een weekvlog. Hey, het is maandag, de dag na de Dutch YouTube Gathering en ik ben de vlog aan het editen. Oh my god, ik had van mezelf afgesproken dat ik deze week mijn eerste weekvlog zou gaan maken en ik ben het gewoon meteen al vergeten. Dus het is nu ongeveer 11:30, 12:30, maar ik ben al een paar uurtjes wakker. Ik heb feedback verwerkt. Van Blond Tigers. Nu doe ik de vlog van het Dutch YouTube Gathering editen. En voor de rest ga ik vandaag ook niet veel boeiends doen. Deze wallen. My god. Ik ga weekvloggen. Oh. I'm ready to relax in this magical place that is you and design. So let's spend our time, baby. Cooper. Cool. Nou, dat is ook de eerste keer dat ik frisse lucht en daglicht zie vandaag. Trekt jullie hond ook zo erg? Soms dan snuffelen ze zo erg. Dan trekt hij je gewoon ook helemaal mee. Dat was wandeling met Lois en Cooper. Het ziet er wel lekker uit, hè? Oké, ik ga dus meteen een massage doen. En dat, ja, spannend. Want ik heb één keer een massage gehad bij een spa-dagje met mijn moeder. En toen moest ik naar de wc na 5 minuten. Dus ik heb niet gedronken. Dus it's gonna be cool. Nou, ik ben weer terug. Echt heel erg relaxend. Dus mijn huiswerk is om lekker niks te doen en rustig te doen. Heel lelijk. Ja, ik ben ook echt... Kan je dit weer voor mij houden? Bedankt! House number 2. Hallo! Ja. Maar een stukje? Ja, ik ben aan het werk! Ik heb er geen tijd voor. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en 9:15. Ik heb zo meteen mijn KWK-gesprek. Dus dat is best spannend, eerlijk. Oké, ik ga zo meteen naar de bus en dan heb ik dus dat KVK-gesprek. En dan ga ik met Joy meeten en dan gaan we even eten, koffie drinken, denk ik. En dan gaan we naar Infinity War! Oh my god! En update trouwens, ik heb weer Pathé Unlimited. Dus Lois gaat weer heel vaak naar de bioscoop, want ik ga morgen ook weer naar de bioscoop. Because love it! En ik ben gewoon echt super hyped voor Infinity War. Ik ga echt huilen, denk ik. Het ziet er zo raar uit. Ik moet nieuwe schoenen hebben, jongens. Ik draag deze echt te vaak. Nou ja, plot twist. Mag je ook? Zus die was net haar spullen vergeten en kwam terug naar huis. En ik wachtte op de bus die niet kwam. En toen vroeg ze of ze me kon brengen. Zelfstandig ondernemer. Yay! Oh my god. Het voelt wel even goed. Even excitement, jongens. Hey! Joy heeft een haartransformatie. Ik vind het echt fantastisch. Even een hairco. Is het toch? Ja, nee, I love it. Oké, we gaan nu koffie en iets eten, denk ik. Ik heb honger. Ik ga wel iets eten. En daarna gaan we naar Infinity War. Lekker. Lekker. Here we go. Oh my god. Oké. There it is. Verliefd. De hype, de hype. Ik ben net terug van Infinity War. En het was een beetje kut, maar ook wel leuk. Ik kan er niet veel over kwijt. Nu gaan we sporten. Het was een vet dramatische film. Oké, sorry. Dit kan het niet met één oog. Yeah. Whoa. What you call an
icon living. Start a record label, Miss Fish just did it. Nylon cover 5 minutes. Whoa, we are too hot in the business. About to make a movie independent. Need new trucks independent. Zijn we weer. Ik zou sarcastisch te maken. Oké, kijk of de rest er ook struggles mee heeft. Dus het ding is, als je nachos haalt in de bioscoop, kan je saus erbij nemen. En dat is super lekker. Alleen mijn struggle is altijd dat het donker is in de bioscoop. En als je dan nacho saus hebt en nacho. Is het donker in de bioscoop? Wow. En je hebt zeg maar, je moet de nacho in de saus doen en dan is het donker. Dus überhaupt die saus er goed op krijgen. Nou, ik kan het niet hoor. En dan moet je het ook nog veilig naar je mond krijgen. Nou, alles ligt overal en niet in mijn mond. Dus ik weet niet, wat vinden jullie ervan? Zij verklaarde me voor gek. Oké, ik geef je gelijk dat het moeilijk is om dat van daar naar je mond te brengen. Maar ik vind het niet moeilijk om te dippen in de saus. Nee, maar oké. Jij kan toch ook gewoon je drinken vinden in het donker? Jongens, ik ben weer thuis bij mijn vader. Ik was net naar Mannen van Mars. Best leuk film. Ik weet niet, die Nederlandse film is altijd wel leuk, maar ik verwacht er nooit zoveel van. Nou jongens, het is vrijdag en het is Koningsdag. Yay! Dus ik dacht, ik doe mijn oranje aan. Ik ga naar Amsterdam, naar Julia. Wordt leuk. Ik ga jullie meenemen. Deze zoektocht naar Julia en Thomas en Jesse. Wat gebeurt hier? Ik ben eerlijk gezegd nog nooit in Amsterdam geweest met al deze bootjes. Ik heb geen idee waar ze nu zijn, maar... Bijna. So close, yet so far away. Hi Thomas. Hey, oh shit, vlogs. Ik ben vanaf nu een weekvlogger, help. Echt? Nee, I'm gonna try, I'm gonna try. Hey, hey, oh hey! Eindelijk, hallo. Ik film gewoon mensen. Ja, ik ben echt die invasive vlogger. Waarom zijn we hier? Ja, waarom zijn we hier? Kan het helemaal oprecht niet aan. Ik naar die film. Het gebeurt allemaal. Oké, planning is een ijsje vinden. Vers lopen. Jij lacht ook alleen maar. Het is de bedoeling dat je wat zegt. Nee, Thomas. Goed. Let's go to the room. Hij doet het in dat best goed, ja. Monday, Tuesday, Wednesday en Thursday, Friday, Saturday. Hey iedereen, we hebben even een lekker ijsje gehaald. Wat jij? Ik weet toch, YouTube betaalt niet zo goed, dus... Hij heeft er 23 op vandaag. Oh, die tackle! Oh, ik hou van die tackle! Tegelijk kijken hoor, maar hij staat daar. Nee! Hey guys, het is vandaag zaterdag 28 april. En ik ga vandaag alleen naar Red Sparrow. Het stond op Pathé laatste kans om te kijken. En ik wil hem nog steeds zien. Dus ik dacht, nou ja, lekker. Ga ik dat doen zo meteen vanmiddag. Ben ik ook even uit mijn huis. Soms moet je gewoon jezelf even treaten op iets lekkers. Oh, ik heb hier nul zin in. What you thinking? You think that you could be better off with somebody new? No, no, oh, baby, no. You say hallelujah. Ik heb dus net zo'n grappige video gefilmd. Een storytime. En hij is al online als deze vlog online komt. Dus als je het nog niet hebt gezien, moet je echt checken. Ik ga stuk om mezelf. Ik ben dit verhaal met zoveel passie aan het vertellen. Ik raak gewoon helemaal buiten adem. Het is nu 3 uur. Ik heb één video afgemaakt. Een andere video verder geëdit. Mijn storytime geëdit half. En ik ga zo meteen met de bus naar de film. Wat is muziek?
Ik ben weer terug van Red Sparrow. En het was een gekke film. Ik moet zeggen, wel goed, zeg maar wel gek. En ik ga nu naar huis. En het is bij ons op zaterdag altijd patatavond. Dus dat is niet verkeerd. Meestal doet mijn pa de deur al open als hij ziet dat ik er aankom. Dus ik ben benieuwd of hij dat nu ook gaat doen. Sjoek. Ah, teleurgesteld. Ah, toch wel. Hallo. Hallo. Goed? Ja, was wel je gek? Hij was gek. Ja, heftig, maar wel spannend. Het ziet er zo onsmakelijk uit, dat love it. Ik zit random zo hier gewoon als een zwerver. En ik ga even lunchen met mijn mama. Met mama! Koffie! Wat voor koffie ga je doen? Ja, vanille staat er niet bij. Oh. Dan neem ik karamel. Dat is ook lekker. Ik heb gisteren lekker Starbucks vanille koffie genomen en alleen naar de film geweest. Oh, en zit ik helemaal alleen thuis? Nou, yes. Ik wist niet. Huh? Oh, lekker. Kijk, lekker. Dankjewel. I got a new baby. The Red Song. En ik heb weer mijn Disneyland trui aan die ik toen ik 12 had heb gekocht. En ik pas hem nog. Misschien doe ik het een beetje verkeerd. Ik ben hier echt te lui voor vandaag om heel mijn haar te doen. Het ging wel iets beter uiteindelijk dan eerst. But I guess practice makes perfect. Ik was alweer bijna vergeten om af te sluiten überhaupt. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen, even iets leuks te reageren en natuurlijk te abonneren. En het belletje aan te zetten, want dan mis je niks van mijn video's. En dan zijn jullie alleen maar up to date. Dan zie ik jullie volgende week weer. Ooh, I'm coming right back.